glimmende voertuigen, nette kleding en lachende gezichten. Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking is in Geldrop een galatocht georganiseerd. Het idee was een galatocht voor ongeveer 25 mensen. De uitkomst was een groot feest voor iedereen. Onze zoon, John, 31 jaar, heeft een verstandelijke beperking. Nooit regulier onderwijs gevolgd. En die vindt die gala's ook verschrikkelijk mooi. Die auto's, kan hij uren van genieten. Dus toen had ik zoiets van, nou is het wel leuk als ik voor John en medebewoners en mensen hier met een verstandelijke beperking, om die ook eens zo'n leuke avond te geven. Een fantastisch mooie avond dus. 40 verschillende voertuigen en meer dan 300 gasten waren aanwezig. Het was een avond om nooit te vergeten voor de VIP's van de Galarit. Dit is wel zo'n ongelofelijk iets. Zeker voor niet alleen voor het Gelderopse. Maar als je kijkt naar die fantastische gezichten die je daarbij maakt. Dat is gewoon voor hun één grote droom. Het is natuurlijk ook iets wat best wel herhaald mag worden. Zoveel enthousiaste reacties van mensen met auto's, motoren, afijn, tractor, trike. Je hebt het gezien. Allemaal leuke reacties. En het leuke is, onze VIP's, die kwamen iedere keer voorbij. Nog 3 dagen, hè? Nog 2 dagen. Hè? Die waren echt af aan het tellen. We waren allemaal er naartoe aan het leven. En ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Dat is superleuk. Na de galarit kregen de Very Important Persons een certificaat en een goodiebag om de avond compleet te maken. Rond 8 uur begon het gratis muziekfestival, die in het teken stond van de rock en roll. Al met al dus een geslaagde avond in Gelderop. Het is meer dan geslaagd. Want ja, als je de stoet kijkt en de gezichten van de mensen en Gelderop is uitgelopen om het te bekijken, dan ben ik een gelukkig mens en vind ik het geslaagd. Plannen voor een volgende keer, die zijn er ook, maar dan op een grotere locatie. En we hebben hier de eerste keer supergoed, maar als ik het zo bekijk, dan denk ik dat we volgend jaar eens moeten kijken of we op het parkeerterrein of zo terecht kunnen, want het wordt wel erg vol hier.